Over ruim 6 weken is het zover, de gemeenteraadsverkiezingen. En dat betekent voor allerliefst 16 Dordtse deelnemende partijen reden om campagne te gaan voeren. En dat doen ze allemaal op een andere manier. We hebben dit pand tot na de verkiezingen en dit wordt ons honk. Vanuit hier gaan we, we kunnen hier binnen met de mensen in gesprek. We gaan vanuit hier de wijken in. Dus materiaal ligt hier en ja, we hopen dat dit gewoon een plek wordt waar je een beetje in actie kan, letterlijk en figuurlijk. En waar mensen terecht kunnen om nou, vragen te stellen over. Of leuke ideeën, hè? Leuke ideeën mogen zo komen, goede ideeën komen brengen. Wij hebben iedere zaterdag dus een wijkbezoek, waarbij een groep van ons huis aan huizen gaat. Dat is in gesprek met de bewoners van de wijk aan de voordeur. En we hebben een bakfiets die we op een centrale plek in de wijk zetten, waar we mensen vragen om input te geven. En daarnaast hebben we natuurlijk alle debatten en bijeenkomsten waar we gewoon vertegenwoordigd zijn. En we hebben op social media heel veel contact met inwoners en vragen daar ook om input. Je kan praten met de kandidaten. We hebben regelmatig mensen hier, zeg maar, die met te woord kunnen staan. En je kan dus joelen. Ja, gezellig. We horen echt heel veel over meer groen. Dat mensen zeggen, we willen gewoon meer groen. Alleen al voor kinderen om te kunnen spelen, maar ook om te kunnen beleven. Wonen is echt een enorm groot thema. Heel veel mensen zeggen, ja, ik zou wel willen een eigen huis bijvoorbeeld, veel jongeren. Maar ook mensen zeggen, ik zou best willen verhuizen, maar het is gewoon niet te doen. Gewoon Dordtse staat voor realistische en eerlijke politiek. En we doen geen beloftes die we niet waar kunnen maken. Dat gebeurt al genoeg. En onze insteek is, zoals wij dat noemen, menselijk liberaal. Dus we gaan, voor ons is persoonlijke vrijheid heel erg belangrijk. En en van daaruit proberen wij de politiek te bekijken en te beoefenen. Wanneer is voor u de campagne nu geslaagd? De campagne is denk ik geslaagd als we zoveel mogelijk mensen hebben verteld wat wij voor hen willen betekenen. En als we het gevoel hebben dat we gezien zijn, gehoord zijn en dat de inwoners dat ook van ons vinden. Dus dat we hen gehoord hebben. Wederzijds gehoord en gezien worden, ja. We hebben nu 1 zetel in de raad en op het moment dat wij minimaal verdubbelen, dan is het in principe al geslaagd. Maar stiekem hopen we wel op 4 zetels.